succes in deze 47e uitgave van de omloop door het land van Baartje, georganiseerd door de wielervereniging Meteor Assenrode over 130,4 kilometer. A tutti! Vanuit de wagen met aanleiding aan alle volgers. Namens de organisatie wielervereniging de Meteor Assenrode heet u van harte welkom bij de 47e editie van de omloop door het land van Baartje. Een wedstrijd voor junioren over 130,4 kilometer. We zijn vandaag getrokken met 147 renners en de consul van het district Noord, de heer Walter Zwart. Speciale gasten en sponsoren van de organisatie zijn de heer Oosterhof van de Albert Heijn en Simone van Kam, onze rondemis. Ook een welkom in de caravaan, dames en heren, van de schrijvende en fotograferende pers. De neutrale materiaalwagens rijden alleen neutraal. Na het effect sluit u achteraan aan, we hanteren het roulatiesystemen. We gaan voor een nieuw timingspunt, daar waar we de voorrangsweg passeren. Top, nu. Hier was de tabine. Laat de neutrale wagen vast maar komen, Tim. Gaan we doen.
seconden. Neutraal materiaal, blijf maar even zitten achter jullie heen, want er zijn veel. Materiaal achter jury 1, lekke band rechts, rugnummer 79.
neutraal. Achter de eerste neutraal, 8 juli 3. Graag passeren. Dan nemen we 38 leiden. Goed gedaan hoor jongen. Er zijn dichtbij gekomen. Hier de man van de Meteor Assen. Ja, ja, ja. Niet de eerste, de beste die hier over de weg komt. Het is Richard Feijken die uitstekend hier voor de dag komt. Hier zien we ook een van die mensen uit de kopgroep. Even kijken, Stefan Pols. En als je dan aan de streep staat, word je dol en dol gelukkig als je daar een oude ploegleider ziet. Freek Nijs, de historische man van de oude ploeg. Die zo geweldig furore wist te maken en ook talenten in de cyclocross naar voren wezen te brengen. Ricardo van Dongen, Vol, Koen Weijers, Henk Reiners, Jaap de Man, Tim Ariessen, 6 Kevin Snijder, 7 Richard Feijen, 8 Steven Bol van Brutel, 9 Martijn Dijkstra en 10 Bart Hommers. En hier zagen we Nicky Gieskens over de meet. En hier wordt dus punt gewonnen van dus de rest van die kopgroep. Het is heel belangrijk om de handen op elkaar te zetten voor deze clubbers. Want die zijn heel lang meegegaan naar de koers. Er zijn heel veel zijn eraf moeten vliegen. Zij hebben het gered. Stefanus komt hier over de meet. Helemaal uitgepierd door het land van Bartje hier tot een goed einde weten te brengen. En de kwaliteit van deze jongens vind ik altijd dat als je helemaal uitgepierd en dat toch nog een stunt kan maken, wie dat dan op een gegeven moment gaat winnen. En ik zou wel zeggen dat het een broedermoord is, maar dat is natuurlijk niet zo. En we hebben even tijd om met de winnaar van deze 47e editie van de Lendl Omloop door het Land van Bartje te praten. Met de man die geen last heeft van flinten, die doet alsof het een asfaltweg is. Ja, ik heb prijs op wegen, dus dan wat doe ik nu mee? Kijk, ik heb mateloze bewondering voor iemand zoals jij. Vechten. Niet de kaas van het brood laten eten van het begin tot eind, volle bak. Jij bent een waardige winnaar, jongen. Ik heb met plezier gezeten en we zaten allemaal als volgers van: als er nou eentje het vandaag zou moeten winnen, dan is het de man die zo verschrikkelijk veel strijd hier tentoonspreidt, Ricardo van Dongen. Maar dit is de eerste, geloof ik, hè, van het seizoen. Ja, klopt. Maar vorig jaar ging het heel erg goed. Ja, zeker. Nu, ja, dit jaar ook. Alleen pak het weg. En nou zit het mee. Hartstikke goed. Je bent een volwaardige winnaar. Had je op een gegeven moment, dat moet je de gedachte hebben, je zat er behoorlijk ingesloten door de jongens van de volharding. Twee man waren ze sterk. Had je de gedachte van, hé, hoe kom ik daar weg? Hoe verschalk ik die gasten? Ja, dat was wel, ze leken best wel geest. En die kasseistrook, ja, een beetje zo te veel. En dan moet ik gaan. En toen was er ook geen hou aan, hè? Je zag daarna erbij komen en voorin was het beste er een beetje af, maar dat wist jij natuurlijk niet. Nee, maar bij mij op dat moment ook, hoor. Maar ja. Dan moet je wel blijven rijden. Ja, ik zag je ook een paar keer rekken en strekken. Ik denk van, hoe jongen, hij gaat nog gymnastiekoefeningen doen. Maar zover kwam het niet. Je wist de benen weer te vinden, hè? Ja, gelukkig wel. Weer een mooie winnaar, jongen. Straks gaan we je huldigen. Koen, grote complimenten. Ik zei ze net, als er een ploegleider was geweest en je had oortjes gehad, dan had hij gezegd van, Koen, doe maar even rustig aan. Er zitten er nog twee achter je. Wist je dat er nog twee ploegmaat achter je zaten? Ah, nee, ik kreeg ook geen informatie bij de auto. Dus ik wist helemaal niks.
En dan rij je voor wat je waard bent. Ja, en dan was het tweede hoogste haalbaar. Nou. Ja, ik denk dat dat eerlijk is. Je hebt geweldig gereden. Ik vond het super sportief waarin je op de laatste klimmen op een gegeven moment op Henk Reinders wachtte. Want die had zoveel kramp in zijn been. Ik denk van nou, als Koen Meijers nou weg wil gaan, dan gaat hij alleen weg, want dan laat hij Henk staan. Nou ja, ik zat na een laatste cijfer met kramp, dus ik moest wel even wachten. Kijk, gedeeld is smart is halve smart. Mooie tweede plaats. Hartstikke mooi voor het podium. Je hebt geweldig aanvallend gereden. Je hebt een hele sterke ploeg. Drie mensen bij de eerste zes. Pure klasse. Nou, dan gaan we naar de jonge laan, naar de peddelaars. Vorig jaar waren ze hier de one and only, de heerser. En nu zat hij rijden zo alle jezus kapot op een gegeven moment. Maar dat zeg ik wel, er zijn mensen dat als ze de streep zien, dat ze in één keer het nieuwe leven weer zagen. En dat was bij jou ook zo. Ja, nou ja, ik zat helemaal kapot en ik heb krampen en er komt niks meer. En ik denk van nog één keer en ze komen er vast wel overheen. Maar ik denk, ik ga toch nog even proberen. En die jongens die zeiden al van, nou, wij doen voor 1-2. En ik wist ook wel dat hun het zouden winnen van mij, maar ik zat helemaal kapot. Mooi podium, Ricardo van Dongen, Koen Meijers en Henk Reinders. Ga erbij staan jongens en jullie krijgen het allermooiste beeld waar we in Drenthe gewoon hartstikke zuinig op zijn. En waar we met veel plezier over aan denken. En de vraag aan iemand die uit Osterhout komt, het beeldje wat je nu krijgt, van wie is dat? Van wie is het beeld? Kijk, dat is tenminste eentje Brabant die weet dat je bruine bonen hier eet, dat je daar gas van gaat geven, dat je er heel hard van kan fietsen. Volgens mij, Ricardo, heb je er heel veel benuttigd. Prachtig beeldje van Bartje. En de kasseien was van Koen Meijers. Hij was de man die de spurt won. Hij is de kasseienkoning van de 47e omloop door het land van Bartje. Hij was de nummer uno. Jij mag de kasseien hebben, of de flint is het eigenlijk. Het is geen Parijs-Roubaix, maar het lijkt te verdomd veel op. Uw applaus voor niemand minder dan Koen Meijers van de Volharding. Hij is de kasseienkampioen van deze juniorenklassieker. Met de complimenten van de organisatie Meteor Assenode. Mooi podium, nogmaals uw applaus. Ricardo van Dongen, Koen Meijers en Henk Reinders.